We gaan lezen met elkaar. Ik zei het al, het gaat vanavond over de vrucht van vriendelijkheid. Dat zal het thema zijn wat van de week op de kringen, de wijkkringen, zal worden behandeld. En daarom gaat de preek daarover. Het thema is vriendelijkheid, dat is meer dan een aardigheidje. En we lezen een aantal gedeelten uit de Bijbel. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, ik zal ze gewoon in volgorde gaan lezen voor u en elke keer het volgende gedeelte dan opgeven. We lezen eerst een paar woorden uit Jeremia 3. Jeremia 3. Want de vriendelijkheid heeft een bron en die bron dat is God zelf. En dan blijkt al gelijk dat het inderdaad veel meer is dan een aardigheidje. In Jeremia 3, daar lezen we het volgende. Vanaf vers 12. Ga deze woorden prediken tegen het noorden. En zeg, keer terug, afvallig Israël, spreekt de Heere. Mijn aangezicht is tegenover u niet betrokken. Dat is een prachtige zin. God kijkt niet bedenkelijk als je terugkomt. Niet betrokken. Dat is het omgekeerde. Dat is hetzelfde als vriendelijk, uitnodigend. Want ik ben goede tieren, spreekt de Heere. Ik handhaaf mijn toorn niet voor eeuwig. Alleen erken uw ongerechtigheid, want u bent tegen de Heere uw God in opstand gekomen en u hebt zich in alle richtingen verspreid op zoek naar de vreemden. Dat betekent naar andere goden. Onder elke bladrijke boom. En u hebt niet geluisterd naar mijn stem, spreekt de Heere. Keer terug, afkerige kinderen, spreekt de Heere. Want ik heb u getrouwd. Ik zal u nemen. Eén uit een stad en twee uit een geslacht. En ik zal u naar Sion brengen. En ik zal u herders geven naar mijn hart. Die zullen u weiden. Met kennis en verstand. Tot zover uit Jeremia 3. Nu uit het evangelie, uit het Marcus-evangelie, het 10e hoofdstuk. En in Jezus zie je God zelf, zie je de Vader. Wie mij ziet, ziet de Vader. En dat komt op allerlei manieren aan het licht. Maar ja, in het 10e hoofdstuk wel op een hele bijzondere manier. Zojuist ging het over het afvallige Israël. En nu gaat het over kleine kinderen. En moet u zien hoe hij met ze omgaat. We lezen hoofdstuk 10 vanaf vers 13. En zij, ze brachten de kinderen bij hem. En we denken altijd aan de moeders, maar er staat in het Grieks een lidwoord of een persoonlijk voornaamwoord. En dat is niet. Dan zie je dat het de vaders zijn geweest. De vaders, mooi. Zij brachten hun kinderen bij hem, opdat hij hen zou aanraken. Maar de discipelen bestraften degene die hen bij hem brachten. En je ziet hun geïrriteerde gezichten. Maar toen Jezus dat zag, nam hij dat hun zeer kwalijk. En zei tegen hen, laat de kinderen bij mij komen. En verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het koninkrijk van God. Voorwaar ik zeg u, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan. En hij omarmde hen. Vriendelijker kun je het niet krijgen. Hij omarmde hen en terwijl hij hen de handen oplegde, zegende hij hen. En dan nu uit Lucas 24. Weer een andere episode. Waarin we ook iets gewaar worden van die vriendelijkheid. Jezus gezalfd met de geest.
In hem waren de vruchten van de geest gewoon voorhanden. Ze lagen voor het oprapen. Je kon ze zomaar plukken in zijn leven. En dat zie je bijvoorbeeld ook in deze geschiedenis. Net na zijn verrijzenis, als hij opgestaan is uit de dood. We lezen Lucas 24. Een klein stukje van het verhaal van de Emmausgangers. En let maar eens op hoe Jezus zich dan bij hen voegt. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadia van Jeruzalem verwijderd was. En waarvan de naam Emmaus was. En ze spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. En hij zei tegen hen: wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert? En waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een, van wie de naam Cleopas was, antwoordde en zei tegen hem: bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hen: welke dan? En dan gaat het gesprek verder. We lezen vervolgens uit 1 Thessalonicense 2. En daar komen we Paulus tegen. En die heeft het intussen ook geleerd om vriendelijk te zijn. En als je een beetje zijn karakter nagaat, hoe het was voor zijn bekering, was het iemand die ervoor ging met een soort verbetenheid. En nu ineens dan blijkt hij er nog steeds voor te gaan, meer dan ooit voor de waarheid, maar op een hele andere manier. Moet je maar eens opletten. Hij gaat voor de waarheid, maar moet je eens horen hoe hij dat dan doet. 1 Thessalonicense 2, vers 5 tot en met vers 8. Daar schrijft hij: we hebben nooit vleiende woorden gebruikt, zoals u weet. En ook geen voorwendsel voor hebzucht. God is getuige. Wij zochten ook geen eer van mensen, niet van u en ook niet van anderen. Hoewel wij als apostelen van Christus u tot last hadden kunnen zijn. Maar wij zijn in uw midden vriendelijk geweest. Zoals een voedster haar kinderen koestert. Wij waren zo vol verlangen naar u, dat wij graag met u niet alleen het evangelie van God wilden delen, maar ook onszelf, omdat u ons lief was geworden. En met dat hij het zelf heeft geleerd, is het dan zo dat hij zijn geestelijke zoon Timotheus daartoe aanspoort. Daar lezen we over in 2 Timotheus 2. Vers 24 tot 26. En dat is een woord voor alle dominees. Althans, zo staat het hier in eerste instantie. Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn. Voor allen. Bekwaam om te onderwijzen en iemand die de kwade kan verdragen. Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat ze tot erkenning van de waarheid komen. En zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel, door wie zij levend waren gevangen om zijn wil te doen. En dan tenslotte nog een woord uit 1 Petrus 3. En dan blijkt dat het niet alleen een woord is voor, of een opdracht is voor het dominees, maar dat gaat ons alle aan, die vriendelijkheid. We worden er alle toe aangespoord en toegeroepen. En dat was natuurlijk te verwachten, want de vrucht van de geest is iets wat in elke gelovige wil rijpen. En een van de vruchten is vriendelijkheid.
En we lezen daarvan in 1 Petrus 3, vers 8. Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven. Heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. Tot zover. We gaan nu zingen met elkaar voordat we het er verder met elkaar over gaan hebben. En we zullen die woorden gewoon wat langslopen om ze als het ware te onderstrepen wat dat dan betekent en hoe je daar handen en voeten aan geeft. We zingen er eerst van die vriendelijkheid uit de 141ste psalm. Ik heb erg zitten zoeken waar nou in de psalmen die houding die God zelf heeft tegenover ons ook wordt geleefd door degene die hem toebehoort. En toen vond ik dat in die 141ste psalm. Het komt blijkbaar ook voort, die houding, uit gebed. Je hebt het niet vanzelf. Maar dan wordt er in dat zevende couplet gezongen, terwijl die man niet altijd even vriendelijk wordt bejegend en behandeld, dat hij erop uit was om niet te antwoorden met harde woorden, maar met vriendelijke woorden. En daarom gaan we die psalm nu zingen, de 141ste psalm, de versen 1, 3 en 7. En daarbij kunnen we natuurlijk dat gebed uit vers 3 ook heel goed gebruiken, lijkt mij. Psalm 141, vers 2, 3 en 7.
In antwoord op de verkondiging zingen wij uit de 145e psalm en daarvan de versen 3 en 2. En we zingen het ook in die volgorde, de versen 3 en 2. Het is eigenlijk een lied wat hoog opgeeft van de barmhartigheid en in die zin ook van de vriendelijkheid van God en dat je daar zo vol van raakt, dat je daarin wordt meegenomen. Niet alleen in je lied, maar ook in je leven. Psalm 145, vers 3 en 2. Gemeente van Christus, broeders, zusters. Vriendelijkheid is een prachtig eigenschap. Doe denken aan een glimlach. En het geeft aan je leven een extra glans. Een vriendelijk mens, daar word je vrolijk van, toch? En je wordt er zelf ook mooier van. Toch beter een vriendelijke trek op je gezicht dan zo'n verbeterde trek, weet je wel? Het doet wel wat met je uitstraling, lijkt mij. En bovendien, anderen zijn er goed mee, met vriendelijkheid. En mijn moeder zei vroeger altijd, het kost niks. Maar het maakt wel een hoop verschil. Nou, dat is waar. Sommige mensen zijn het een beetje als vanzelf. Die hebben dat in zich. Die kunnen niet anders, bijna. Nou ja, misschien zeg je, ja, dat heb ik niet, dat ben ik niet. Nou, wacht even, wacht even. Bijzondere is, althans als ik het goed begrepen heb in de Bijbel, dat al ben je het niet gelijk van nature, al zit dat niet helemaal direct in jouw karakter, dat je jezelf dit wel eigen kunt maken. Want het is niet alleen maar vrucht van eigen akker, gevolg van jouw aardkarakter, het is vrucht van de geest. Geschenk van de hemel, het kan in jou blijkbaar ontwikkelen, groeien, rijpen. En dat is bij die vrucht van vriendelijkheid natuurlijk wel een beetje lastig, want dan heb je al gauw het idee, ja, maar dan is het allemaal gemaakt. Ik ga niet een beetje gemaakt vriendelijk zitten doen. Nou, wacht even. Volgens mij zei Jezus dat wel, begin maar met gemaakt vriendelijk te doen. Hij zei dat een beetje anders. Hij zei, wie achter mij wil komen, wie mijn spoor wil volgen, die moet om te beginnen zichzelf verloochenen. Dus niet je eigen aard en karakter laten gelden. Nee, zeggen tegen je eigen manier van doen, hem in het oog houden en kijken hoe deed hij het en dan hem na gaan doen. Letterlijk. Zijn voettappen drukken, kun je ook zeggen. Nadoen. Nou, dat is in eerste instantie een beetje gemaakt hoor, als je jezelf moet verloochenen. Dat gaat gewoon tegen je eigen natuur in. Maar dat is de enige manier om wat te laten rijpen in ons leven. Anders komt er nooit wat van, dan blijf je jezelf. Als je die keer dwars tegen je eigen natuur in gaat leven, hem na gaat doen alsof, en zodoende je erin gaat oefenen, in plaats van die verbeterde trek, een vriendelijk gezicht, het komt niet vanzelf. Dat is trouwens bij geen één vrucht, hè? Een vrucht die je rijpt. Eerst zie je een klein knopje, en denk je, oh zeg, nou ja, en langzaam rijpt het. Zo ook in ons leven. We zeiden laatst op geloofsgesprek tegen elkaar,
fake it till you make it. Dat is raar gezegd, maar dat is heel kort samengevat. Jezelf verloochenen en Christus volgen, net zolang wat je de gang erin hebt. Al zit het er niet in, je kunt het je wel eigen maken. Vriendelijkheid. Paulus ging daar tenminste wel van uit. Toen hij schreef aan de gemeente van Filippi, dat is een tekst die we niet gelezen hebben, maar is wel een hele belangrijke. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. Sta zo bekend. Bij Jan en alle man. Om te beginnen thuis. Lijkt mij heel plezierig. En daarna, ja, op je werk, in de straat, in de gemeente en daarbuiten, in de wereld. Iedereen, zonder uitzondering. Sta bekend als een vriendelijk mens. Ik zei het al, waarschijnlijk was hij het zelf niet van huis uit. Als ik de mensen een beetje naga, al jong, ging hij voor de waarheid op een hele fanatieke manier. En hij beet zich erin vast en je ziet zijn verbetenheid. Zo'n religieuze strijder, nou je ziet ze vandaag de dag ook overal. Meestal zijn dat niet de meest aardige mensen. Hun ogen schieten zomaar vuur. Een harde trek om hun lippen. Zoiets. En allemaal voor de waarheid. Tuurlijk, maar intussen. Wat een hardheid. Door Christus gevloerd, uit het zadel gelicht en opgericht. Met hem gestorven, zijn oude bestaan ging de dood in, inclusief al die verbetenheid en die hardheid. Dat ging met Jezus aan het kruis, dat hele leven. En met hem opgewekt. Ja, hij ging nog steeds voor de waarheid, zelfs meer dan ooit. Hij heeft het vuur ervoor uit zijn sloffen gelopen, die man. En ineens was er in plaats van die verbetenheid, vriendelijkheid. Lees zijn brieven er maar op na. Hij deelt geen sneren uit. Met alles wat in hem is. Hartstocht, liefde. Zoekt hij. De ander tot zegen te zijn. Zelfs als hij in de gevangenis zit en van alles moet ontberen, is hij niet alleen maar met zichzelf in de weer, maar gaat zijn hart uit naar al die mensen die hij op zijn hart heeft. Elke dag schrijft hij: overvalt mij de zorg voor alle gemeenten. En dat betekent niet alleen dat het een tobber was of zo, dat hij heel veel hart voor die mensen had. Hij kon ze geen één dag zomaar vergeten. Dat is een vriendelijkheid die gaat heel diep, hè? Die gaat heel diep. Die raakt aan de liefde en de trouw van God. Dan zeg je niet zomaar, ja, ik ben er klaar mee. Nee, dan ben je er nooit klaar mee, met geen mens. Mooi is dat. Hij heeft het geleerd. In plaats van die verbeten trek, een vriendelijk hart. En hoe zou hij dat nou geleerd hebben? Nou, ik denk net zoals ik zojuist al zei. Door gericht op Jezus zich een andere manier van
denken en doen, een andere houding, gezindheid zich eigen te maken. Hij schrijft erover in Filippenzen 2, vind ik mooi, diezelfde brief. Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Dat is een gezindheid, een grondhouding. Heeft hij van Jezus afgekeken. En dan heeft hij zich dat eigen gemaakt. Laat dat in je zijn. Dat zit dus niet vanzelf in je, dat moet je blijkbaar eigen maken. En hij schrijft dan even later in datzelfde hoofdstuk, hoe doe je dat dan? Nou, door met vrezen en beven je zaligheid uit te werken. Door er serieus werk van te maken. Niet denken, ja, dat heb ik nog helemaal niet. Ja, als God het geven wil, dan moet hij dat maar doen, maar ik zit nog helemaal anders in elkaar. Nee, zo praatte Paulus niet. Met vrees en beven. God, als u zo bent, mijn Heer en mijn Heiland, als u die gezindheid hebt, dan zal dat ook in mij zijn. En dat je daar dan voor gaat. Tegen jezelf in. Want, schrijft hij erbij, het is God die het dan in je werkt. Met dat jij je erin oefent, is het de geest die het doet rijpen. Apart is dat, dat grijpt gewoon in elkaar, dat krijg je ook nooit uit elkaar. Zowel het willen als het werken. Zowel dat je het verlangt als dat je het doet. Ik wil een beetje vriendelijker worden, Heere. Alsjeblieft, help me. En dan word je het nog ook. Zoiets staat er. En zo rijpt het in hem. Mooi is dat. Nou, dat wat je bij hem ziet, daar zijn wij allen toe geroepen. Dat is intussen al wel duidelijk, denk ik. En weet u wat zo mooi is? Ik las dat in een boekje wat op de kringen wordt behandeld. Dus waarschijnlijk heb je het ook al lang gelezen, maar ik vind het wel mooi om nog even te zeggen. Het woord Christoi, christenen, en het woord Christoi, vriendelijken. Dat is heel erg verwant met elkaar, het is maar één lettertje verschil. Christoi, Christoi. En het was zelfs zo dat ook wel door elkaar werd gebruikt door de buitenstaanders. De mensen die binnen waren, die wisten het verschil. Maar de mensen die buiten waren, die hoorden het soms niet helemaal goed. Wat zeggen jullie? Christoi, vriendelijke mensen. Nee, Christoi, christenen. Oh ja. Maar dat lag dus heel dicht tegen elkaar aan. En dat zou ik ook maar zo willen houden. Dat je het gewoon door elkaar kunt gebruiken. Christoi en Christoi. Christenen en vriendelijken. En dat het hetzelfde is. Want als dat bij één hetzelfde was, bij één, dan is het bij God zelf. Hij heette niet alleen vriendelijk, hij was het ook. We hebben die tekst gelezen uit Jeremia. Het is een heel aparte tekst. Ik vind dat, je hebt van die teksten uit de Bijbel die eruit springen. Nou, dit vind ik er één van. Israël had het compleet verzondigd, echt. Al jaar en dag. Overal heil gezocht, bij allerlei goden. En God links laten liggen. Of alleen af en toe een beetje lippendienst bewezen. En nu komt God bij monden van Jeremia, Israël achterop. En zegt, kom, kom. Ja, hij kon met die zonde echt niet uit de voeten. Daar kon hij ook niet aardig over doen. Integendeel, daar kon hij alleen maar vertoornd over wezen. Is hij altijd. God kan de zonde niet lucht of zien. Hij verdraagt het niet. Niet omdat hij zo'n zuurpruim is.
maar omdat hij zo hartstochtelijk liefde is, dat alles wat geen liefde is, dan kan hij niet meer leven. Hij kan niet onder één hoedje spelen met het kromme. Vandaar. Dat moet je hem niet kwalijk nemen. Dat is maar wat goed. God is niet goed en, nou ja, met hier en daar een paar haken en ogen. Hij is goed, helemaal. En daarom kan niet leven met wat niet deugt. Maar tegelijk, al kan hij met dat gedrag niet uit de voeten, hij kan tegelijk ons niet kwijt. Er zit een soort hartstocht, hart dat naar ons uitgaat. Ons heeft hij zo lief. Dat wat er ook tussen gekomen is en voorgevallen is, dat hij dat, ja, op wil ruimen. Nou, als hij dat ooit bewezen heeft, dan wel in Jezus, hè. Hij ging er zelf dood aan dat gedoe van ons. Niet om ons de dood in te jagen, maar omdat wij zouden leven, me dunkt. Als het ergens bewezen is, dan daar. En nu zegt hij tegen Israël, kom, kom, erken alleen, geef toe. En één ding beloof ik je, dan zal mijn aangezicht niet betrokken zijn. Niet zo'n gezicht, zuur, zuinig. Wat komen jullie doen? Nee. Je zult onthaald worden met vriendelijke ogen. Al zag ik je jaar en dag niet. En dat is ook te verwachten. Als zijn hart naar ons uitgaat en wij intussen met dat breken wat hij niet kan luchten of zien. Nou, blijer kun je hem niet maken hoor. Blijer kun je God niet maken. Jezus zei, er is alleen maar blijdschap in de hemel. Zitten mensen zich soms nog af te vragen of je wel terecht kunt bij God. Je bent te slecht, te zondig. Nou, blijer kun je hem niet maken, kan ik je verzekeren. Als jij komt en beleidt, God, al mijn glazen ingegooid, dan krijg je niet zo'n gezicht, dan krijg je een vriendelijk gezicht. En een vriendelijk hart. Blij je te zien. Nou, als dat geen vrijmoedigheid geeft om voor de dag te komen. Met andere woorden, voor Israël is er echt geen reden om zich schuil te houden. Je durft hem soms niet onder ogen te komen. Nou, zegt God, weet, mijn aangezicht zal niet betrokken zijn. Prachtig. Dat is het hart van God. Dat is de grondhouding, zo gezegd, waar hij uit leeft. Vriendelijkheid. Wanneer je ook maar aan komt zetten. En wat er ook is voorgevallen. Nee, zover hoeft het niet eens te komen. We lazen ervan in het Marcus Evangelie. Vind ik mooi. Die kinderen, wat hebben die nou gedaan? Nou ja, het zijn ook geen heiligen. Als ze opgroeien, blijkt de appel niet ver van de boom te vallen. Dan zijn ze net als iedereen. Onschuldig allerminst, al zien ze er onschuldig uit. Die vaders komen ermee. Discipelen irriteren zich. Wat moet dat grut bij Jezus? En dan zingt een kinderlied. Maar Jezus sprak ze vriendelijk aan. Ja. O laat de kinderen komen tot mij. En je ziet het gebeuren. Hij irriteert zich aan die discipelen. Die krijgen er even van langs. Laat ze eens door. En dan omarmt hij ze. Moet je eens voorstellen, jouw kinderen.
Je kunt ermee terecht bij Jezus, bij God. En dan krijg je met iemand te doen die vriendelijk naar ze omkijkt. Zo klein als ze zijn. Ik zeg maar veel persoonlijk, als ik denk aan mijn kleinkinderen, Ralf, Quinn, 3 en 4. Wat weten die jongetjes nou? Klein grut, zo gezegd. Maar kan ze gewoon bij hem brengen. Hier zijn ze, heren. En ik hoef in geen moment te twijfelen of hij hart voor ze heeft. Dat heeft hij. En of hij ze omarmt, dat doet hij. En of hij ze wil zegenen. Daarmee, met zichzelf, met zijn geest. Zo klein, zo jong, ja waarom niet? Je hoeft toch niet eerst 8 te zijn om de Heilige Geest te ontvangen? Waarom niet? Tuurlijk op kinderlijk niveau, het zijn geen oude mannetjes. In een kinderlijfje. Gewoon op kinderlijk niveau, van kinds af aan, hart krijgen voor Jezus. Mooi als vaders, moeders hun kinderen zo bij Jezus brengen. En dat je niet hoeft te twijfelen hoe hij met ze om wil gaan. Vind ik wel mooi. Veelbelovend, vind je niet? Nou ja, en dan nog een ander geval. Het zijn maar wat voorbeelden, we hebben ze gelezen. Maar wel mooie voorbeelden, vind ik hoor. Die Emmausgangers, weer hele andere mensen, hele andere situatie. Mensen die vol waren geweest van Jezus en nu in de war zijn geraakt. En die er niet meer uitkomen. Kun je ook wel eens hebben, hè? En dan denk je dat je het in je uppie uit moet zoeken. Nee hoor. Hij komt zomaar voorbij. Dat is mooi. En geen bedenkelijk gezicht. Hoe kunnen jullie nou zo twijfelen? Nee, hij begint gewoon vriendelijk te vragen. Waar ik ook mee zit, hoe in de war ik ook ben. Hoe overhoop ik ook lig. Ik word niet veroordeeld. Integendeel, als er één is die mij vriendelijk bejegent, dan is het de opgestane. Dan is het de levende. Dan is het God. Ik zie het hier gebeuren. Hij nodigt mij uit. Zeg het maar, heel vriendelijk. En dan mag ik alles zeggen wat ik op mijn hart heb. En dan luistert hij. Met een open oor en een open oog voor wat er in mij omgaat. Want vriendelijkheid is maar niet een mooi woord alleen. Vriendelijkheid heeft ogen en oren. En vraagt. En neemt ruimte en tijd. Prachtig vind ik dat. Om een voorbeeld aan te nemen. En natuurlijk zegt hij dan op een gegeven moment echt wel tegen hen. Jongens, hoe heb ik het nou met jullie? Het is geen zoet sappigheid. In die vriendelijkheid kan hij ook zeggen. Doe nou, hoe bestaat dat? Waarom nou zo hardnekkig in je eigen gelijk? Maar intussen doet hij dan alle moeite om het uit te leggen van A tot Z. Dan heeft hij alle tijd, moet je je voorstellen, de opgestaande, net opgestaan uit de dood. Alle tijd voor die twee onderweg naar Emmaus. Als dat geen vriendelijkheid is, zeg. Goeiedag, ik zou denken hij heeft wel wat anders aan zijn hoofd die dag. Nee, hij heeft blijkbaar ons aan zijn hoofd. Nou, je kunt het zo van hem afkijken, het ene met het andere. Intussen. Want ik heb u een voorbeeld nagelaten, zei hij, opdat u zou doen als ik. Als je er hand en voet aan wilt geven, ogen en oren, aan vriendelijkheid. Kijk naar God, kijk naar Jezus. En je ziet wat het betekent. En trouwens,
We lazen over Paulus. En eigenlijk valt daar weinig meer aan toe te voegen. Maar ik vind het wel mooi hoe hij dat zegt. Die vriendelijkheid betekent niet wat vleiende woorden. Dat heb je ook, hè? Een soort vriendelijkheid die alleen maar een beetje zit te vleien om in de gunst te komen. En in het geval van Paulus zou dat dan zijn om er zelf een beetje beter van te worden. Dat ze hem wat zouden toeschuiven. Hij zegt, nee, dat niet. Ik heb niet met vleiende woorden tot u gesproken. In die zin heeft hij niet zitten faken, om het zomaar eens te zeggen. Want ik was als een voedster die kinderen koestert. En ik wilde niet alleen het evangelie met u delen, maar mijn leven. Ik wilde er helemaal voor u zijn. Mijn tijd, mijn aandacht, al mijn energie aan u, voor u. Ik kwam u maar niet even de waarheid aan zeggen. Nee, ik wilde er zijn voor u met heel mijn leven. Vriendelijkheid. Dat is voor iedereen die geroepen is om een voorbeeld aan te nemen. Timotheus, zul je eraan denken die vriendelijkheid te leven van je God en Vader, van je oudste broeder? En ik hoop dat ik jou een voorbeeld heb gegeven, Timotheus, dat je het ook een beetje kunt afkijken van mij. Vriendelijkheid. Ja, want uiteindelijk zegt Petrus dan, dat zal iets zijn voor iedereen. Kort samengevat zegt hij, waar komt het op aan? Nou, dan krijg je zomaar een mens als Jezus. Althans, hij zegt het, zo schrijft hij het. Ten slotte, samengevat, wees allen eensgezind als broeders en zusters. Door één Heere geliefd, gekend. Door één geest geleid. Vol medeleven. Over en weer naar elkaar. Als het gezin, het huisgezin van de levende God. Heb de broeders en de zusters lief. Nee, dat is niet omdat we allemaal zo lief zijn. Maar heb ze lief, heb elkaar lief. Met de liefde van God, met de liefde van Christus die verdraagt. Die mij verdraagt. En daarom verdragen we elkaar. Met alle lek en gebrek. U mij. Ik u. En over en weer. Het is niet of je het voelt. Het is of je het doet. Heb de broeders, de zusters lief. Wees barmhartig. Dat hele diepe van God, weet je wel. Leef dat naar elkaar. Niet omdat de ander het er altijd naar maakt, maar omdat God zo is voor jou. En vriendelijk. Begin maar met een vriendelijk gezicht te zetten. Komt de rest vanzelf, hopelijk. Nou. Moet je er altijd maar over je laten lopen? Nee, doet God ook niet. Maar wat betekent dat dan als die ander jou onrecht doet? Nou, zegt Petrus erbij. Dan ga je geen kwaad met kwaad vergelden en laster met laster. Wat doe je dan? Je gaat zegenen. Het kwade met het goede overwinnen. Dat is niet soft, lijkt mij. Toch? Daar moet je lef voor hebben, moed, om dan te doen als God. Want hoe deed hij dat? In die vriendelijkheid, hij kwam er achterop, hij legde de vinger erbij, onomwonden. En zei, hier kan ik niet mee leven. Maar hij deed het met een uitgestoken hand. En dat jij, als er dan wat zit, als de ander jou kwaad doet of belast het heeft. Wij denken vaak, nou laat maar waaien hoor, laat maar zitten. En dan blijft het ook zitten. Maar dat je dan het kunt opbrengen om naar de ander toe te gaan. En zeggen, joh, dit en dat, dat zit me dwars. En
En als dat tussen ons in blijft zitten, gaat het niet goed. Dan komt er afstand. Zouden we het kunnen opruimen? Ik heb dat en dat vernomen, dat je dit en dat over mij gezegd hebt. Je hebt me hier en daarin kwaad gedaan, echt. Maar ik wil het er niet bij laten zitten. Het mag niet tussen ons in komen te staan. Vriendelijkheid. Zoals God vriendelijk is. En eerlijk tegelijk. En zo, met alles wat in je is, de zegen zoeken voor elkaar en voor jezelf. Er valt nog wat te oefenen, denk ik, voor u en mij. Wat zou het mooi zijn als wij in onze cultuur, ja, vriendelijkheid is daar vaak ver te zoeken. Allerlei politieke partijen roepen ertoe op wat wel levender te worden naar elkaar. Nou, terecht. Want de maatschappij gaat eraan kapot en wordt erdoor verziekt door al die harde woorden. Iedereen moet maar kunnen zeggen wat hij heeft te zeggen. Nee. Verharding, verruwing, nee. Dat is uit de hel. Dat maakt alleen maar dat je al agressiever wordt. Dat je elkaar al minder kunt luchten en zien. Dat je elkaar verwondt, kapot maakt. Het kan niet, het mag niet. Laat de christenen, nee, ze zijn het niet altijd vanzelf. Maar laat de Christoi, Christoi zijn. Laten wij het voortouw nemen. Niet soft, maar in de kracht van Christus. Een andere houding. Vriendelijkheid uitstralen. Dat geneest. Je kunt de wereld niet veranderen. Niet de hele samenleving zomaar in één keer ombuigen en naar je hand zetten. Maar je kunt wel beginnen. Gewoon bij jezelf. Als Christoi, Christoi wezen. Als volgeling van Jezus. Zo vriendelijk worden als Hij. Want het is God die in u werkt. Door zijn geest. Het willen en het werken. Amen.